Onze masterclass-reeks gaat over het ontwikkelen van eigenaarschap. Ja. Dat is een typisch andragogisch vraagstuk. Rudy, kun je bijvoorbeeld in het kader van coaching en training alvast een andragogisch perspectief geven op hoe dit mogelijk zou kunnen? Ja. Ja, er worden heel veel trainingen georganiseerd, waarvan dat we eigenlijk weten vanuit onderzoek dat die niet zoveel tot gedragsverandering leiden. En dan wordt er nu heel veel geïnvesteerd in coaching en teamcoaching. En het werd dan nu beter ook zo. Hè? Dus dan kun je veel vragen bij stellen. Als ik nu als voorbeeld neem trainingen geven, we weten eigenlijk al dat als je een opleidingsbehoefte detecteert, hè, bijvoorbeeld iemand geeft te weinig feedback, we sturen hem naar een feedback training. Hè? En dan komt hij terug en die doet dat niet. Nee. Dus welk principe zien we niet, of zien we over het hoofd, om dat te doen werken? En wat is er gebeurd? We hebben gezegd van, trainingen werken niet zo goed, we gaan allemaal nu beginnen coachen. Mm-hmm. Want coaching werkt beter. Ja. Nee, coaching heeft ook principes nodig om te doen werken. Ja. En een van die principes is bijvoorbeeld, en daar kijken ze zo graag kritisch naar ook de coachingwereld, en zeker de teamcoaching, als jij niet de persoon raakt, in zijn totaliteit, als je niet samen op weg gaat. Dus als je de ouderwetse stijl gebruikt van feedback training, de regeltjes van feedback, en alsjeblieft oefen ze maar en doe maar. Ja. Als je niet samen in de ontmoeting ontwikkelingsgericht werkt, dan heb je heel weinig kans dat die persoon dat eigenaarschap pakt. Ja, dus en dat is bij coaching juist hetzelfde. Precies, dus het gaat wat jou betreft vooral over verbinding en het beroep doen op de zelfregulering of de zelfregie van de medewerkers waar het om gaat. Ja, en als we dat principe begrijpen dat het gaat over die zelfregie, dan kun je even goed training geven. Want als de trainer dat principe volgt, dat hij moet de zelfregie pakken van de deelnemer, dan heb je perfecte trainingen. Ja, mooi. En als je die als coach, als teamcoach, mensen maar wel laat babbelen en uitleven of zo, en je pakt die zelfregie niet, dan heb je ook geen goede coaching. Hè? Nee, precies. Dan heb je wel veel geluld. Hè? Ja. Ja, maar nee, ik zeg dat er veel goede trainers en veel goede coaches zijn, maar welk principe is het werkzame principe om tot echte gedragsverandering te leiden? Prachtig. Nou, mooi. Ik kijk enorm uit naar onze masterclass-reeks in oktober. Oké. Okay.